Goedendag dames en heren, welkom bij Zesdaagse TV. Nog iets meer dan een maand en dan gaat hij na 2 jaar afwezigheid gelukkig weer van start. De woning Zesdaagse in Ahoy. We gaan erop vooruitblikken, spreken tal van andere onderwerpen waar het gaat om het baanwielrennen. Met Danny Stam, Juri Havik en met Bobby Traxel, die hier wel vaker zit. Danny, jij won de Zesdaagse van Rotterdam 5 keer. Ben je dan voor de rest van je leven verbonden aan dit evenement? Ja, je hebt er wel een speciaal gevoel mee dan, ja. Absoluut. Ik bedoel, het is vorig jaar is niet geweest, dus dan heb je toch een beetje dat je weer blij dat het weer terugkomt. Ja. Het was een aparte ervaring altijd in Rotterdam. Dat was jouw jaarlijks hoogtepunt? Daar keek je naar uit, het hele jaar ja. Daar gedurende? Ja, het heeft natuurlijk heel lang geduurd voordat de Zesdaagse van de Rotterdam Ahoy weer terugkwam. En ik denk dat de eerste keer... 2005. 2005. Toen won je met Robert Slippens. En dat was natuurlijk wel echt na een jaar of 5 dat we echt weer diep in de Zesdaagse zaten. Was het wel een mooie, ja. Mooie bijeenkomstigheid. Je weet wie de laatste editie heeft gewonnen, hè? 2020. Ja. Ja. Je neefje, want dat moet ik het nog even zeggen. Jullie zijn familie van elkaar, Juri. Ja, jouw moeder is de zus van Danny, zo leg ik het goed uit. Ja. Jij won de laatste editie. Toen met Wim Stroetinga. Ja. Doe je mee? Dit jaar? Ja, zeker. Okay. En Wim is gestopt. Daarom? Maar op nummer 2 stond Jan Willem van Schip. En die reed met de power, die is ook gestopt. Dus nummer 1 en 2 samen moet goed komen. Ja, jij dus met Jan Willem van Schip dadelijk in Ahoy. Als je dan nu met een andere ploegmaat het moet gaan doen, is er dan wel sprake van titel verdedigen? Hoe werkt dat in jullie wereld? Moet je aan de wedstrijdlijnen vragen. Nee, hoe sta je daar zelf in? Ik denk het wel. Ik ben de laatste winnaar, dus het is wel de titel verdedigen. En we gaan van start als Europees kampioen natuurlijk nu. Dus dat is ook wel... ben je echt een van de grote mannen zoals Danny dat in 2005-2006 was. Ja, en dat voelt wel heel speciaal of cool. Ja, ja leuk. Nou, we praten zo meteen over door. Ook over jullie eigen verleden, jullie band binnen de familie. Als je, Bobby, het deelnemersveld tot zover is tot je neemt. Als het gaat om de koppels en de sprinters die nu al vaststaan voor de Zesdaagse. Nee. Hoe zou je dat beoordelen? Nou ja, de sprinters. Als je de Nederlandse sprinters hebt, dan heb je een absoluut topveld. Dan heb je met de jongens heb je straks het Europees kampioen. En dan weet je ook dat je de beste bij hebt. Koppel, Terpstra, de Ketelen is heel interessant om te volgen. Kleine Zeilaard. Als Europees die is lang hoor, Kleine Zeilaard. Ja, Kleine Zeilaard is lang, dat klopt. Maar het is nog een manneke die toch mooie dingen laat zien. Hè, op het EK, op de afvalkoers werd hij Europees kampioen. Ja, mijn kinderen zijn al fan van hem, dus dan is dat toch een soort afspiegeling. Daar gaan toch mensen dus voor komen. Ja. Dus in dat opzicht hebben ze een fantastisch veld weer staan. Dat is mooi werk weer. We hebben hier zomaar naar uit te kijken volgende maand in Ahoy. Met dit programma Zesdaagse TV zijn we er 1 keer per maand. Vaak zit hier Michael Bogert aan tafel als een van de vaste gasten, net als Bobby. Maar Michael kon vandaag niet en daar heeft hij, moeten we eerlijk zeggen, wel een goede reden voor. Kijk maar even mee. Dit was het afgelopen weekeinde, afgelopen zaterdag. Kijk, hier is hij in het geel met de zwarte helm. Michael Bogert als bokser. En niet zomaar eventjes voor een klein publiek, maar echt serieus publiek. Daarbij Rotterdam 16hoven bokste Michael Bogert hier voor het goede doel tegen kankerbestrijding. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke mooi dat hij dat doet. Alleen er is veel geld opgehaald, dat is eigenlijk het belangrijkste. We laten verder in het midden of Michael nou gewonnen heeft of verloren. Als de beelden zo beschouwd, is dat eigenlijk ook niet iets zinnigs over te zeggen. Maar er is veel geld opgehaald en dat is belangrijk, toch? Maar hij durft niet nu te komen. Hij heeft verloren, denk ik. Hij kan niet meer zitten, hij kan niet meer lopen. hoe gond het eigenlijk voor jou na 6 dagen? Kon je dan dagen, was je dan er helemaal af of viel dat allemaal wel mee? Nee, dat viel mee. Ja. Meestal, we gingen gelijk door naar de volgende 6 dagen. Dat was Bremen meestal 2 dagen later. Maar je was wel vermoeider. Ik bedoel, er zit wel wat meer druk op de ketel in je thuis 6 dagen dan dat je in Bremen of in Stuttgart rijdt. Ja. Dus wat dat betreft was je altijd wel redelijk vermoeid, ja. Kun jij eens ons meenemen, hè? 5 keer die 6 dagen in Rotterdam gewonnen. Was er altijd een soort van gemene deler waarin jij, vaak dan met Slippens, het verschil wist te maken? Ik denk dat het vooral... We geven al aan, het is je thuis 6 dagen, dus je bent veel gemotiveerder als een andere 6 dagen. En ik denk dat dat gewoon wel een hele belangrijke rol speelt in de wedstrijd zelf. Ik bedoel, als je nu Juri vraagt, waar wil je naartoe pieken? Ja, dan gaat hij waarschijnlijk zeggen, de 6 dagen van Rotterdam. Kijk, en dan wordt hij liever 4e in Gent. Dan dat hij 4e in Rotterdam wordt. En dat was bij ons ook altijd zo. Want dan is het dus echt zo dat het publiek, dat kan jou dus, echt iets brengen wat je in andere 6 dagen niet brengt. Ja, absoluut. Je weet toch dat het
het publiek achter je staat en dat voor jou komt. En ja, dan heb je daar toch wel extra motivatie door, zeker weten. En de koppenkoers, altijd geweldig. Als jullie dat deden, ben je ook Europees kampioen geworden in 2002. Wat was jullie geheime recept in die koppenkoers? Nou ja, ik denk dat samen met Robert Slippers was natuurlijk... Slippers was de snelle man en ik was meer de uitdauer. En ja, dat vulde elkaar heel goed aan. En ja, vroeger werden er nog veel meer rondes gepakt dan dat het tegenwoordig is. Dat hebben we met versnellingkeuze te maken. Dus rij je een grotere versnelling, dus het basistempo legt wat hoger. Ja, en ik denk dat wij uitgekiend waren in het zoeken van momenten om de rondes te pakken. En dan met een snelle man aan je zijde, dan had je al gauw een compleet koppel staan. Ja, en dat talent is overgeslagen op de familie. Bij jou ook, Jury, koppelkoers Europees kampioen geworden nu een paar weken geleden. Jij valt toch ook graag aan, hè, op deze discipline. Maar waarom bevalt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat ik gewoon heel veel naar Danny en Robert heb gekeken en gewend ben dat er vaak rondgereden wordt. Ja, nu gaat de koppenkoers op een EK 58,2 nog wat kilometer per uur. Dus als een peloton 58 rijdt, ja, je moet 65 rijden om een rondje te pakken. En dat gebeurt niet zoveel meer. Maar ja, toch denk ik van ja, het is wel makkelijker om rond te rijden dan om 4-5 sprints te winnen. En hebben we eigenlijk alles of niets gespeeld op de EK en lukt dat twee keer. Ja, dat is toch wel een beetje in de familie ook gebleven dat ik misschien door mijn hele leven heel veel te kijken gewoon het goede moment aanvoel. En dan lukt het ook. Maar ja, het is niet zo makkelijk tegenwoordig. Nee, jij hebt het ook een handvol keer gedaan, denk ik. De zesdaagse van Rotterdam gereden, ook koppenkoersen gereden. Hoe was dat? Die mannen reden altijd met drieën, hoor. Want hij zegt hier een beetje van, nou ja, we reden maar met tweeën. Maar dat peloton, dan demareerde ik een keer. En dan hoorde je, het publiek hoorde je dan ineens gaan staan en gaan roepen en gaan schreeuwen en gaan fluiten en ik weet niet meer wat. Nou, dan wist ik al dat ik naar boven moest sturen, want er kwam Stam of Slippers kwam eraan. Kan maar gescheurd. Die mannen, jongen, ik reed echt de laatste avond van de zesdaagse. Als die mannen aan het koersen waren en die versnelden, ik weet niet, daar kan Jury ook wat van. Maar dan reed ik als concurrent, alhoewel, misschien zag Danny dat niet zo, maar oké, reed met zo dik kippenvel, jongen. Dat publiek in Rotterdam, ik heb een paar zesdaagse gereden. Ik heb nooit in Gent durven rijden, maar ik heb wel een paar andere gereden. En Rotterdam, jongen, dat publiek, dat breekt ja, het stadion bijna af. Het is dat hoor je er nog staat. Maar tijdens zesdaagse is echt geweldig mooi, echt waar. Ja, en ik kreeg echt kippenvel van. En dan kan ik ook wel zeggen dat ik echt wel een liefhebber ben van de koers. Maar dat was, ja, dat zijn mannen, jongen. Ja, dat was, ik krijg er nu nog kippenvel van. Als ja, het nee, ja echt mooi. Waar. Dat is aanstekelijk, dit enthousiasme. Ja. We gaan jou dus zien met Jan-Willem Schip. Dat is dan van Schip, dat is dan nu allemaal vast, staat dat. Je hebt ook een keer met je oom gereden, 2012. Ja, nou, dat was dat afscheid, hoe Bobby het beschrijft. Ja, toen ging iedereen helemaal los. Maar je was toen pas een jaar of 20, denk ik? Ja, klopt. Ja. En dat was heel speciaal, want vanaf mijn 8e, 9e keek ik altijd naar hem. En toen reed je in één keer met hem en het hele stadion erachter, omdat het zijn afscheid was. Ja, dat was, dat vergeet je nooit meer, dat maar was kippenvel. Jij stond te janken, maar het hele peloton stond bekant te janken, want het is wel een goede kerel. Hij reed drie keer omheen, maar het was wel de op zich best geschikte gast. Nee, maar echt iedereen stond toch. Ja, hey, dat heb je toch zelf ook gehoord. Jij was de coolste van allemaal. Nou ja, kijk, je trekt natuurlijk in de zesdaagse zo lang met mensen op en jij hebt een bepaalde band met elkaar. Ja, dan is dat altijd wel apart als iemand dan uit die wereld vandaan stapt. Ja, en ik, dat was. Vergeet je niet gauw meer die dag, nee. Het komt ook een beetje door het gevoel, door de familiestam. Hè? Vader Kees, natuurlijk ook een fenomeen geweest. Danny, nou nu neef Jury in het kiegelzog. Dat er ook een beetje omheen zat. Van we nemen afstand van een bijzondere generatie, bijzondere familie. Ja, nee, maar het is wat Danny zegt. Hè? Danny zegt ook van we rijden de zesdaagse van Rotterdam. Dan deed je een dag rust en dan reed je eigenlijk met je hele team naar Bremen. En dan reed je daar weer zes dagen. En zo ging dat door vanaf het begin tot het einde. Het is nu een stuk minder. Maar dan ben je ook echt een familie. Hè? Met je soigneur trek je heel veel op. Je ziet elkaar in die periode veel meer dan dat je thuisfront ziet. En dan is dat ook echt een familiemoment dat je dat eigenlijk... Zo voelt het even. Ik moet ook zeggen, echt die zesdaagse, ook de laatste dag, iedereen echt super blij met elkaar. En van, hey, we hebben weer elkaar laten afzien, want dat gebeurt dus echt wel. Maar ook toch vaak dat je veilig aan het einde gekomen bent. Ik bedoel, we hebben genoeg vervelende valpartijen en ongevallen meegemaakt. Nou ja, maar ik denk gelijk aan jouw vader, 2014, met Jury, hè, in Amsterdam was dat. Inderdaad, en dan
ja, na 6-daagse is toch iedereen blij van, ja, weet je, wat Bobby terecht zegt, we zijn vijanden van elkaar, maar je bent ook collega's van elkaar. En dan is het toch altijd, ja, na 6-daagse, goh, iedereen weer veilig op naar de volgende. En we deden het toen 16 of 17 in de winter. Dus ja, dan heb je ook een klein beetje idee hoe lang je met elkaar op pad bent. En, ja, als dan een stukje de groep verlaat, dan is dat... Doet het even pijn, maar had het ook wel weer iets moois toen, een paar jaar geleden. Ja. Op het EK was mooi succes voor jullie. Voor Juri Havik en Jan-Willem van Schip. WK mochten jullie niet aan meedoen. Daar is een hoop over gezegd en over geschreven. Gaan we niet helemaal de dunnetjes over doen. Het WK-baanwielrennen in Roubaix, dat voor Nederland natuurlijk wel buitengewoon succesvol was. Heel veel goud. En ook een gouden medaille voor de afscheidnemende Kirsten Wild. Ze pakte het nog even goud op de koppelkoers. Ze zit nu in haar laatste weken als wielrenster. En onze eigen Michael Zeilaert zocht erop. Hey Kirsten. Hey. Joh, hey. Gewoon net als vroeger op tijd, hè? Zeker, tijd. Zeker. Leuk joh. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben er klaar voor. Ja, ik val gelijk met de deur in huis. Want ik moet je natuurlijk feliciteren. Want net wereldkampioen. In je laatste jaar, je laatste wedstrijd wereldkampioen worden, kon ik natuurlijk niet met lege handen komen. Dus wauw. Ik heb een, denk ik, hartstikke mooie foto laten uitprinten. Typerend, de Olympische Spelen, ook een blauwe vlag. Dus alsjeblieft. Dankjewel. Hey, maar hoe mooi is het dat je in je laatste jaar met een wereldkampioenschap afscheid neemt? Ja, bizar hè? Heel geweldig. Ja, dat had ik niet vooraf durven dromen. Nee, ik heb heel erg getwijfeld ook om mee te doen aan het WK. En ik heb het gedaan en super cool. Dat hebben er maar weinig gedaan. Ja. En ook stijlvol, hè? Dat je niet nu zegt ik zal nog maar een jaartje doorgaan. Maar dat je gewoon zegt het is klaar. En hoeveel heb je er nu bij elkaar? 9. Hoe durf je het nog gewoon fatsoenlijk te zeggen? Ja. Maar je zal er toch aan moeten geloven. Ik ga zo mijn fiets pakken en dan ga ik je er mega afknallen. Denk je zelf? Kom op, we gaan. Oké. Je hebt wel een zware periode achter de rug. Ik hoorde dat je corona hebt gehad. Dat is niet makkelijk geweest. Die twijfel naar zeg maar, die laatste wedstrijd, de Olympische Spelen en WK. Hoe is dat geweest? Nou, ik dacht eigenlijk de Spelen vond ik al best lang duren. Dat traject was al heel erg lang. En toen was ik eigenlijk voor de Spelen eigenlijk nog wel ambitieus. Ik dacht, nou ja, weet je, nu we er toch zijn, we trekken hem nog even door. Dat WK pakken we nog mee. Maar toen had ik de Spelen gehad, dacht ik, ja... Ik heb het niet meer. Ik voel het niet. Het is er niet. Sloeg die twijfel toe? Ja, ik had eigenlijk al afgemeld bij Tim en Amy. Okay. En toen zei Amy, ja, kom op, we moeten het goed afsluiten en laten we het gewoon nog doen. Toen dacht ik, nou, we doen het ook gewoon en we gaan ervoor. Ja. Nou ja, dat is wel gelukt. En dan maak je de keuze om te stoppen, wat denk ik logisch is met een prachtige carrière. Ben je al een tijdje bezig van wat gebeurt er daarna? Ja, ik heb me daar wel wat langer op georiënteerd. Ik ben ook wel van oorsprong ben ik gymleraar. Ik heb ook een paar jaar gewerkt. Dus ja, iets in die richting lijkt me heel erg leuk. Maar ik heb tot de Spelen wel gedacht, ik focus me op mijn doel en dat ga ik gewoon echt goed doen. En dan ga ik daarna verder kijken. En ik ben nu gewoon een beetje over aan het koffie drinken, gesprekjes voeren. En proberen een beetje een beeld te vormen van het echte leven. En, ja, langzaamaan daar toch een beetje op te richten. Ja. En ambieer je echt een positie in het wielrennen? Nou, ik vind wielrennen wel echt een super mooie sport. Dus ik zou er wel heel graag iets mee willen doen. Maar dan vooral met baanwielrennen. Dat lijkt me echt echt het leukste. En hier wordt de Zeilaert toch gewoon afgereden. Zoals altijd. Niks veranderd gelukkig. Toch? Meestal zit er een brommer voor, hè, Michael? Ja. En ik ben ook overtuigd van dat zwart afkleed. Ja, dat was duidelijk. Ik moet ook echt naar zwarte kleding, denk ik, ervan een keer. We gaan, jongens, we gaan Kirsten Wild trouwens nog zien, hè. Weliswaar in een oranje tricot tijdens de Track Champions League. Gaat volgende week beginnen. Wordt dat het miljoenenbal voor het baanwielrennen, Top Bobby?
Nou ja, kijk, het baanwielrennen heeft sowieso al een probleem om het commercieel naar voren te brengen. Hè. Het wordt redelijk met subsidies geholpen. Hè. Dat zie je ook eigenlijk. En NOC-NSF is echt wel eigenlijk de stimulator van het baanwielrennen. Dus commerciële invloed, zoals de Zesdaagse van Rotterdam er een van de weinige is op het Zesdaagse circuit. En ook die UC Champions League, wat het zou moeten gaan worden. Ja, dat is wel belangrijk dat dat ook gaat spelen, denk ik. Dat er gewoon echt wel commercieel geld ook de markt in komt. En ja, een beetje wat meer, ja, meer uitingen. Het komt op televisie. Dit wordt zichtbaar. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ja, de beste Nederlanders gaan meedoen. En jij bent dan te horen als, als commentator. Over het vrouwenwielrennen gesproken, Danny. Je bent tegenwoordig teammanager bij SD Works. De grootste Nederlandse ploeg als het gaat om het vrouwenwielrennen. Uit onze regio kennen wij natuurlijk Chantal Blaak en Demi Vollering. Blaak gaat afscheid nemen komend voorjaar. Wat en hoe ga je haar missen? Nou ja, Chantal die blijft natuurlijk wel bij ons in de begeleiding. Ik zag net dat Kirsten Wild nog niet precies wist wat ze ging doen. Chantal heeft de keuze. Kirsten? Ja? Nee, want ik heb Chantal Blaak al. Oké. Dus ja, hoe ga je Chantal Blaak missen? Ja, ik denk dat je zo'n toprenster als Chantal altijd mist. En dat zijn rensters die zijn onvervangbaar. Ja, daar moet je weer verder mee gaan. Ja. Dus ja, wij hebben versterking daarin verzocht, gezocht en gevonden. En we hopen dat Chantal nog zeker jonge renners de weg kan wijzen aankomende maanden. Maar ik verwacht Chantal zeker nog wel tot en met Parijs-Roubaix in de voorste gelederen. Ja, net als Demi Vollering. Net ook al even benoemd. 24 jaar pas, een jaar gekend. Ongelooflijk. La Course gewonnen, Luik Bastenaken Luik. Tweede Amstel Gold, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, nou ja, ik denk dat Demi... Als je het over de vervanger hebt van Chantal Blaak. Ja, die bedoel dan, jij net met die hebben we aangetrokken? Dat is... Dan zijn er al rensters die klaarstaan om het vaandeltje over te nemen. Maar is Vollering, Danny, dan niet gewoon van de categorie dadelijk Van der Breggen, Van Vleuten, et cetera? Dat moet ze eerst nog bewijzen, maar dat ziet er wel naar uit dat ze een hele grote renster gaat worden. Ja. Waar zie je dat aan? Wat zie je aan haar dat je denkt, ja, dit wordt er een voor de toekomst? Nou ja, ik denk dat je het net zelf aangaf. Als je 24 bent en je wint Luik Bastenaken Luik en La Course en Ronde van Engeland, noem maar op. Dan heb je potentie gewoon dat je een grote renster bent. En voor mij was heel belangrijk iets dat je in... Ronde van Luik, als je ziet dat de wereldkampioenen zo lang voor jou op kop rijden en je blijft zo koelbloedig en je weet dan zo cool de sprint te winnen, ja, dan heb je wel grote klasse. Ja, zeker. Overigens ging het op de wegwedstrijd tijdens de Olympische Spelen met de dames helemaal mis. Zo eerlijk moeten we zijn, dat was het nou eenmaal. Jij deed mee, Jury, met de mannen op de wegwedstrijd. Dat is misschien wat gek, maar dat was omdat ze dan een extra baanwielrenner konden selecteren. Hoe kijk jij terug op die beslissing? Ja, dat was een trucje van de KMU en ik denk dat het heel goed is uitgepakt, omdat Bugli dus op de teamsprint die vierde man was en ze daar die gouden medaille pakte en dat was het hele doel. Ja, en ook bij de weg waren ze eigenlijk heel blij met me, omdat ze de eerste 100 kilometer, elke vijfde renner die ze anders geselecteerd hadden, die was ook een beetje kopman. Want ja, die andere vier naast mij waren allemaal kopman. Ja, wie gaat de bidon halen? Niemand anders dan ik. Dus ik heb in 140 kilometer 7 keer bidonnen gehaald, denk ik. Omdat het heel heet was in Tokio. En bij de vrouwen ging het natuurlijk mis. En toen was de geuzennaam al een beetje smist in Jury. Ja. Dus ja, dat gaf wel aan dat het wel geslaagd was dat ik op de weg meedeed. En gelukkig voor mij, want ja, ik was ook wel een beetje... voelde wel een soort druk van ja, nu ben ik die gekke baanrenner die even op de weg mee moet doen. Ja, voel je die misbruikt? Nou, niet misbruikt, dat had ik niet gedaan, maar... Het pakt er goed uit, laat ik het zo zijn. Ik denk dat de renners zelf ook heel veel waardering uitgesproken hebben naar Jury, ja, naar de koers. Dat hij het deed en hoe hij het deed. Hoe die het deed, ja. Ja, absoluut. Ja. Want ik denk dat ze inderdaad in het begin een beetje dachten van, nou ja, vreemde eend in de bijt. Maar ja, ik denk dat Koos daar een goede beslissing in gemaakt heeft. Koos Moerhout, de bondscoach. Ja. We gaan naar een andere bondscoach. Alleen, hij is geen bondscoach meer. Onze John den Braber heeft altijd een column en die gaat vandaag over een Nederlander die ontslagen is bij de Belgen. Afgelopen week werd Ronald Koeman de laan uitgestuurd bij zijn droomclub Barcelona. Op voorhand al een mission impossible bij een vereniging die alleen nog smoel had vanwege de aanwezigheid van de beste voetballer ter wereld, Lionel Messi. Trainers behoren sowieso niet tot een benijde beroepsgroep. Want hoe groot succes ook jarenlang zijn, er komt altijd een moment dat gebrek aan nieuw talent, een bedorven groepschemie of pure sportieve pech roet in het eten gooien. En de coach kind van de rekening wordt en, meestal via de zijdeur, mag vertrekken.
Maar soms zijn gebrekkige prestaties niet de reden om een trainer eruit te gooien. Sterker nog, soms volgt ontslag na misschien wel de beste teamprestatie van de laatste decennia. Het overkwam Peter Pieters. De ex-profrenner werd na een dienstverband van 11 jaar door de Belgische wielerbond na het laatste WK in Roubaix zomaar bij het grof vuil gezet. De oogst van Noord-Frankrijk, 1 keer goud, 4 keer zilver, 1 keer brons. Het succesvolste WK op de piste ooit voor onze zuidenburen. Maar waarom moest onze landgenoot dan toch het veld ruimen als bondscoach? Het blijft giswerk, maar wel gericht giswerk, want Pieters is niet de makkelijkste. Of zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen, geen gewone, of een echte Hollander. Zelf werkte ik ook een aantal jaar met hem. En toegegeven, hij was toen ook wel eens kortaf. Onduidelijk in de communicatie en stug. Maar oog voor talent hebben is geen gewenste gedragsnorm, maar een gegeven gave. Onder zijn hoede werd Jens Maurits een van de beste achtervolgers en Peter Schep een van de beste klassementsrenners ter wereld. Domineren Theo Bos en Teun Mulder de mondiale sprint en krabbelde Leontien van Moorsel uit het dal richting WK en Olympisch goud. Soms belemmert de wet van de remmende voorsprong een team om het beste uit zichzelf te halen. En blijkbaar belemmert dezezelfde wet een bond om een coach, die blijkbaar niet zo lekker meer ligt, maar verdoemen alsmaar blijft presteren, op tijd te zeggen waar het echt op staat. Hopelijk vindt Pieters een ander land dat wel een zetje omhoog kan gebruiken. Vanaf de basis opbouwen en beloften spotten en laten groeien. Het ontwikkelde oog van de nukkige meester is in deze tijden van soepel communicerende laptoptrainers namelijk uitzonderlijk en daarmee een enorme verademing. Maar helaas is daar echter geen woord Vlaams bij. Ja, want Peter Pieters is weg. En ja, heb ik het net over dat het voor Nederland zo succesvol was, dat WK baanwielren. Dat was het voor België natuurlijk ook. En toch moet hij weg. Hoe kan dat nou? Ja, kijk, Pieters heeft vorig jaar na de Spelen eigenlijk al een jaar verlenging. Of nee, vorig jaar zouden de Spelen zijn en een jaar verlenging gekregen na dit jaar. De geruchten gaan wel een beetje dat de ketelen zijn positie een klein beetje overgenomen of gaat overnemen. Want die stopt na de Rotterdamse Zesdaagse. Ja, en de ketelen heeft al wel wat in met de jongeren aan begeleiding gedaan. Heeft op een gegeven moment gezegd van hey, dat doe ik niet. Ik wil me focussen op de weg naar de Spelen. Maar ja, die geruchten gaan. Of die geruchten helemaal 100% waar is. Maar waar rook is, is altijd een klein beetje vuur. Dus misschien dat daar wel wat gesprekken zijn. Ja, en dan... hij voelde het ook wel aankomen. Iedereen hoorde het wel een klein beetje. Iedereen wist het wel een beetje. Er werd al wel een beetje over gesproken. Ja. Misschien een beetje flauw, maar ja. Het is al heel knap om een Hollander, zoals ze dat in België zeggen, om dat in een Belgisch kamp te hebben, dat is echt wel een uitdaging. En daar zal hij best wel wat dingetjes mee gehad hebben. Zeker. Nou, goed dat we daar in deze manier dan even bij stilstaan. We gaan, mannen, op naar de Zesdaagse. Nog een maandje. Dan ben jij denk ik wel gewoon in het Sportpaleis om je neef aan te moedigen, denk ik toch? Helaas niet. Ben je er niet bij? Nee, helaas niet. Danny Stam, wat is dit nou? Ja. De vrouwen zijn weer belangrijk. De vrouwen zijn belangrijk. Ja, zijn vrouwenploeg. Hè? De vrouwenploeg. We hebben een teamkamp gepland met de vrouwenploeg. En die valt precies in de periode dat er Zesdaagse is. Dus ik ben aangewezen op de livestream. Oké, nou ja, die is er. En die kan bijvoorbeeld via Rijnmond worden bekeken. Dus ik zal niks missen. Oké, hartelijk dank voor de komst, Danny Stam. Juri Havik, jou zien wij dus in Ahoy volgende maand. Met Jan-Willem van Schip als koppel. En jij bent de titelverdediger. Dus nou, veel succes daarbij. Bobby, jou horen en zien we ook snel weer. Ik heb nog een klein cadeautje. Kijk, dit is een prachtig shirt van Harry Lafrijze. Over wereldkampioenen gesproken. Ook hij doet mee aan de woning Zesdaagse. 3 dagen lang. Dit shirt heeft Harry ondertekend. Nou ja, niet ondertekend. Gesigneerd moet ik zeggen. Ik kan voor u zijn. Eventjes naar de website gaan die nu in beeld verschijnt. Prijsvraag altijd makkelijk. En dan het shirt van u. Dank voor de komst. En u dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.